Drie keer is scheepsrecht en dat is in dit geval zeer zeker het geval. Ja, want met clubcompetitie, jullie weten het, maar de afgelopen twee weken gingen niet heel lekker. Dat komt ook omdat we tegen mega goede clubs moeten. Maar vandaag gaat het gebeuren. Ja, het gaat gebeuren. We gaan namelijk promoveren en dat is al zeker, want de eerste en tweede dag zijn we beide keren eerste geworden. En de kans bestaat dat we nu weer eerste gaan worden, maar dat maakt in principe niet uit, want ook al worden we laatste, we zijn nog steeds door. Maar laatste worden, dat gaat ook niet gebeuren, want er zitten een aantal clubs in. Ze zijn niet slecht, maar ook niet mega goed ofzo. Het zijn wel iets mindere clubs als wat wij zijn. Alhoewel, als je zo'n club ziet als dit, dan is dat eigenlijk helemaal niet slecht. Nee, die hebben bijna gewoon net zoveel trofeeën als onze club. Maar maakt niet uit, vandaag gaat het dus gebeuren en we gaan ook weer een clubskin kopen. Sterker nog, ik ga de hele clubwinkel kopen. Maar dat is dan morgen, als we de clubcoins van nu erbij hebben gekregen. Dan ga ik morgen gewoon alles wat er te koop is in de clubwinkel, ga ik dan kopen met de clubcoins die ik op dat moment heb. Dus ook een skin. Dus we krijgen sowieso een skin erbij. En alles daarnaast gaan we ook doen. En ik laat de potjes van vandaag ook nog eventjes zien. En natuurlijk dat we gaan promoveren. En daarna hebben we nog één divisie te gaan. En dan zitten we in de hoogste divisie. Daarna zitten we legendarisch 3. En dan gaan we dus naar meester. Dus dan, oh, dat zal wel lijp zijn als dat gaat lukken. Dat we dat kunnen halen. Maar we gaan het allemaal zien. In ieder geval voordat we gaan beginnen en voordat we verder gaan met deze video. Doe even dat duimpje omhoog. 2000 likes de top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dat is ook net zo leuk. En dan check Bouws uit mijn kleding op Bouws.nl. En gebruik natuurlijk die code Bouws. Maar nu is genoeg zelfpromotie. Laten we maar beginnen. Oké, Eroy en Shadow zijn gejoined. Dan kunnen we nu gaan beginnen. Gevarenzone is de eerste game. Ik vind en blijf dit gewoon een lastige map vinden. Ja, soms heb je van die maps die je gewoon niet super chill vindt. Dit is er één van. Ik weet nooit nou precies wat nou de beste knokkers zijn. Maar ja, we gaan het zien of we dit gaan winnen. Ik hoop het wel. Zou wel mooi zijn als we gewoon kunnen afsluiten met de knaller. En dat we gewoon nu ook vandaag weer eerste kunnen worden. Gewoon drie keer op rij eerste. Zou mooi zijn. Maar jullie zien mij weer als de knokkers zijn gekozen. Nou, het potje gaat beginnen. We hebben een ander team, want het vorige team was geliefd. Moet je één keer raden. Precies dezelfde game mode. Met precies dezelfde map. Ja. Nou ja, maakt niet uit. Ik ben Grom. Goede knokker. Zeker weten. Dat is een van de beste op dit moment. Dus ik denk dat dit wel goed moet gaan komen. Dus we gaan ons uiterste best doen. Ja, natuurlijk doen we ons uiterste best. Want we moeten even zorgen dat we hier winst gaan halen. Hier even op die Amber hits doen. En Sandy doet ook irritant. Oké, ik moet even zorgen dat ik eigenlijk mijn super ga krijgen. Maar als ik hier gewoon in het midden hits blijf doen, dan kunnen we echt makkelijk kills maken. En dan kunnen wij nu gaan pushen, want nu kunnen ze helemaal niet zoveel. Hoppatee. En ik kan hier trouwens ook deze neerzetten. Kijk, dan kunnen we ze in de bosjes zien lopen. Mocht dat noodzakelijk zijn. Maar ik denk dat wij nu al pure controle hebben. En dat wij dit echt niet meer uit handen gaan geven. Nee, 100% niet. Helemaal Grom op deze manier spelen. Dat is gewoon echt zielig voor de tegenstanders. Die kunnen echt geen kant op gewoon. Ik heb mijn super nog niet eens nodig. Nee, die kan ik gewoon mooi houden op deze manier eigenlijk. En weet je wat? Ik zet hem nu even hier neer. Kaboom! Had ik ze allebei. Eroy kan het daar afmaken. Helemaal top. Ja, oké. Dit wordt een eindje. Oké, ik zie jullie wel aan het eind van dit potje. En dan de volgende potje laat ik mij even de hoogtepunten zien. Want dit gaat echt niet lastig worden, dit. Ja, we hebben gewonnen. 13% tegengehad. Dus dat is echt helemaal niks. Dat is wel echt heel erg makkelijk gaan. Eigenlijk iets te makkelijk. Maar hey, dat is wel mooi, want dan sluiten we inderdaad af met de knaller. Maar eigenlijk hoop ik voor de video dat het volgende, of de volgende team waar we tegen moeten, dat die wel iets beter zijn. Dat is net wat leuker om naar te kijken. Maar ik zie jullie aan het eind van dit potje weer. Nou, dit potje iets meer procent tegenkregen, namelijk 16%. Oké, nog steeds helemaal niks. Nee, onze tegenstander is echt helemaal kapot gespeeld. Dus dat is altijd wel lekker. Kijk, ik zei even de knaller op het eind. Dat is het dan wel weer. Gewoon 40.000 trofee. Oh, die dan weer niet. Eentje was wel redelijk hoog, maar die andere twee niet zo heel hoog. Ik zie jullie op het moment dat het volgende potje gaat beginnen en als we de knokkers weer hebben gekozen. Nou, we hebben ondertussen een team gevonden en te zien aan hun knokkerlevel denk ik dat dit wel pittig gaat worden. We hebben edelstenen graai in deze map. Ik speel met Mac, want vaak stelt Eroy of Shadows ook een knokker voor. Nou ja, en ze spelen wel redelijk wat Brawlsters, dus ik dacht, nou, dan volg ik hun advies. Maar Mac, het is een goede knokker. Alleen ik ben niet de allerbeste speler met Mac. Dus dit gaat denk ik wel een pittig potje worden. Maar we gaan gewoon ons best doen. En misschien dat we dit gewoon kunnen winnen. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Wat gewoon met Mac eigenlijk het ding is. Je moet gewoon zo snel mogelijk je super proberen te krijgen. En als je die hebt, dan kan je wat. En anders kan je niet zo heel veel shit. Oké, dat was een beetje stoppen. Ja. Oké, ik moet even wat meer geconcentreerd zijn te spelen. Maar tegen Spike spelen is zo ontiegelijk shit. Kijk, no, tegen een Piper trouwens ook.
Ik kan gewoon moeilijk echt damage doen. Ja, ik moet eigenlijk eerst mijn super hebben. Dan kan ik wat. Maar nu kan ik niet zoveel. Oké, we kunnen in ieder geval de gadget van Spike daar neerhalen. Ja, kijk, We pushen nu redelijk lekker door. En nice, daar hebben we een kill. Dus dit gaat goed, We moeten hier even uitkijken. Ja, dit gaat ook nog goed. Dat ging nog maar net goed. Oké, moet hier even weer oppassen. Ik heb bijna mijn super, maar nog net niet. En nu ga ik nog net dood. Oké, Eloy kan daar nog de edelstenen pakken. Op de een of andere manier doen Eloy en Shadow het wel heel goed. Maar ik met Mac doe het nog niet zo heel lekker. Ja, ik moet gewoon even zorgen dat ik mijn super krijg. Dan kan ik wat. Maar tot nu toe kan ik nog niet zoveel. Moet hier even oppassen. Oké, Eloy heeft ze gelukkig. Dat scheelt. En, oh, Eloy is dood. En, oké, nou, ik zal ze even pakken. En dan hebben we ze in ieder geval nog. En ik kan nu mijn super aanzetten. Oké, dat is top. Eindelijk een keer mijn super. Oké, dit is trouwens wel een klein beetje in ons nadeel. Ik zal mijn gadget even aanzetten. Lekker, Shadows. Oh, ik ga denk ik nu wel dood. Ja, ik ga nu dood. Oké, maar dat maakt niet uit. Want we kunnen bijna aftellen. Ik zal even mijn gadget aanzetten. Hou ik mijn super dan nog? Ja, die hou ik. En kan ik die pipe killen? Ja! Oh nee, nu moet ik trouwens wel uitkijken. Ik ga nu wel kapot. Ik wou net zeggen. Oké, het is een spannend potje. Ja, wij hebben nu een countdown. En kan die Spike nog dood? Nee, nog niet. En ik heb echt bij lange na nog niet mijn super. Dus dat is de jammer. Oké, maar ik had daar even een paar mooie hits gedaan. Shadows maakt ook nog een kill. En dan denk ik dat het nu wel goed moet komen. Ja, helemaal met dat muurtje ertussen. En die trein die er ook nog tussen komt gaat goed komen. Top, het eerste potje hebben we gewonnen. Dit is al wel een stuk betere game dan de vorige. Die was echt heel makkelijk. Dit is al wel iets lastiger. Maar van het volgende potje laat ik even de laatste 30 seconden. Oh nee, vanaf een countdown. Dus vanaf een countdown dan krijgen jullie het te zien. Dat is wel leuk. Oké, we kunnen ondertussen bijna aftellen. Dus in dat opzicht gaat dit potje wel vrij goed. Alleen, ik heb nog steeds niet mijn super gehad. Maar ja, dat maakt ook nog niet zo heel veel uit. Want ik kan gewoon niet echt lekker hits doen bij die Spike. Die blijft ook goed om het hoekje staan daar zo. Maar het zou even heel chill zijn als ik nu mijn super kan krijgen. Want dan kan ik namelijk even hier pushen en verdedigen. Ja. Oké, top. Dit is heel chill. Oh, maar het is niet eens nodig. Het is niet eens nodig, want we hebben ze sowieso allemaal. Oké, top. Dit potje is ook binnen. Dan hebben we uiteindelijk nog redelijk makkelijk gewonnen. Het was wel iets lastiger dan het vorige potje, maar uiteindelijk nog redelijk makkelijk. Maar ze zaten al wel iets hoger. Ik denk dat dit op zich helemaal niet zo hele slechte spelers waren. Alhoewel, leken we dan... Zo zag het er wel naar uit. Oké, ik zeg het gewoon op die manier. 40.000 trofeeën, 41.000 en 41.000. Met best wel wat 3-3 overwinningen. Op dit moment staan we tweede, maar we hebben echt veel meer tickets nog over dan de nummer 1. Dus het zou goed kunnen zijn dat wij gewoon weer eerste gaan worden. Dan zijn we 3 keer op rij eerste. Maar hoe dan ook, we gaan promoveren. Dus dat is sowieso nice. Maar hey, dat was dit voor deze... Oh nee, dat was helemaal niet voor deze video. Ik zie jullie morgen weer. Dan gaan we de hele clubstore leegkopen. En dan gaan jullie dus ook zien dat we gaan promoveren. Dus tot morgen. Ja, het is ondertussen een dag later. En dat betekent dat Club League is afgelopen voor deze week. Dan volgende week weer een nieuwe Club League. En dan zitten we in Legendarisch 3. Maar dat wisten jullie al. Maar de grote vraag is, zijn we de laatste dag nog eerst geworden? Ja of nee? Ja, ik weet het al. Maar we zijn net tweede geworden. Maakt ook niet uit. Want uiteindelijk zijn we wel eerste geworden. En dat is toch wel erg lekker. Want dan krijg je toch wat extra clubcoins erbij. Want als we, stel, we waren nu derde geworden, dan krijg je net iets minder. Dan krijg je, hoeveel krijg je er minder? 37 volgens mij als het goed is. Dus nou, hebben we 37 extra club popcoins en we gaan dus ook promoveren. En wat ik dus ook ga doen is de hele clubwinkel leegkopen. Dat wisten jullie al. Maar we hebben nog heel even geduld nodig. Het is afgelopen, maar ik zie jullie wel op het moment dat de rewards in beeld komen. Ja, de uitslag is nu hier. En dat betekent dat het dus nu officieel is afgelopen. En dat we zijn gepromoveerd. Dat wouden we natuurlijk hebben. En inderdaad zijn we uiteindelijk gewoon eerste geworden. Sterker nog, we zijn dik eerste geworden. Gewoon 70 punten meer dan de nummer 2. We zijn eerste. En de laatste dag, zoals jullie net zagen, zijn we dus tweede geworden. Maar dikke prima. Ja, echt ruim voldoende. Dus dat is mooi. Dan zitten we nu in Legendarisch 3. En we moeten nu nog 1 keer promoveren. En dan hebben we meeste divisie gehaald. Dan hebben we de allerhoogste divisie in Club League gehaald die er is. Ja, dat is echt insane. Nog 1 keertje. Ja. Maar volgende week gaan we dus zien of we dat gaan halen. Gaat wel heel moeilijk worden. Dat is 1 ding wat zeker is. Maar nu hetgene waar we allemaal op hebben gewacht. We gaan de clubwinkel leegkopen. En dan kopen we natuurlijk Kip Rico. Daar gaan we zo meteen even een potje mee doen. Maar we krijgen ook coins erbij. We krijgen, ja, oh.
Oh lol, dat wordt de hele tijd vernieuwd. Oké, dat is een beetje balen. Dan kopen we alles één keer. Want schroot en coins die blijven dus staan. Maar we kunnen eventueel hier nog die krachtpunten kopen. En die snelheidsuitrusting zulke, die ga ik ook kopen. Maar op wie zou ik mijn krachtpunten in gaan zetten? Heb ik een knokker al bijna geüpgraded naar krachtlevel 11? Spike ben ik heel ver mee. Dus ik zet die punten in op Spike. En je kan ze dus... Oh, die krachtpunten kan je wel één keer per dag kopen. Maar die coins kan je onbeperkt kopen. Wat eigenlijk wel nice is. Maar die snelheidsgear token gaan we ook kopen. En daarna Kip Rico. Dan hebben we weer een skin erbij. Ja, oké. Okay, deze gaan we dus nu kopen. Dan heb ik nog één Club League skin nodig. En daarvoor ga ik dus vanaf nu strijden. Dus vanaf nu ga ik geen extra aankopen doen in de clubwinkel. Dan ja, die bewaar ik gewoon mooi. Alle coins die ik als clubcoin verdien. En dan gaan we daar dan de laatste skin mee kopen. Maar dit is mooi. Kip Rico is gekocht. Dus dan gaan we die even selecteren. En sluiten we daar deze video mee af. En doen we even één potje met Rico. Ik heb Rico bijna op de 800 trofeeën. Dus we kunnen wel even kijken of ik even snel Rico naar de 800 trofeeën kan pushen. Zal wel even leuk zijn met de nieuwe Kip skin. Ik vind deze skin er wel echt heel erg bruut uitzien. Het wordt misschien een wat langere video dan. Maar hey, voor deze skin heb ik het er wel over. Ja, we moeten wel aan de zijkant blijven met deze Rico skin. Maar ik vind het wel echt geniaal deze skin. Oké, nee, Search, jij mag daar blijven. Ik ga daar niet in. En ik heb Rico trouwens ook al krachtlevel 11. Ik heb alleen geen gears voor Rico. Misschien moet ik die dan maar binnenkort eventjes gaan upgraden. En kunnen we die Shelly pakken? Oh, no, één hit. Ik denk dat ik die laatste hit nu niet kan doen bij hem. Nee, oké, dat is jammer. Ik had hem wel bijna. Bijna, maar dat is niet voldoende. Nee, daar heb je niet zoveel aan. Oké, we blijven hier wel aan de zijkant. Ik laat even de hoogtepunten zien van de komende potjes. We zijn ondertussen redelijk ver. Ik weet dat daar boven een knokker zit. Maar ik ga gewoon hier de hele tijd dit muurtje checken. Zorgen dat hier niet echt iemand gaat komen. Ja, volgens mij zag ik daar net ook wat bewegen. Of was dat typo? Oh, er zijn nu twee knokkers dood gegaan. Misschien moet ik nu dan iets aanvallend gaan spelen. Ik weet niet zo goed. Dit is een beetje shit. Oké, er is een El Primo en er is nog een Bo. Ik hoop dat die eerst met elkaar gaan vechten. Dat zou eventjes lekker zijn. Maar ik verwacht het niet. Ik verwacht niet dat ze eerst met elkaar gaan vechten. Oh, daar komt die El Primo. Maar ik kan misschien wel een van die knokkers al hebben. Dat zou mooi zijn. En hier wat levens erbij. En oh nee, helaas pindakaas. Maar we zijn wel derde geworden. Dus dat is mooi wat trofeeën erbij. We gaan even doorstrijden. Kijken of we die 800 dus kunnen halen. Nou, we zijn ondertussen in een volgend potje. Ik ben een homie met die Colt. Dus hopelijk blijft hij nu leven. Of dan gaat die Edgar dood. Nee! Oh shit, oké. Ik zat lekker te vechten met die Colt. Alleen krijg ik een Shelly op mijn bakkers. Maar we hebben nog minder dan 10 trofeeën te gaan. Dus stel ik word nu eerste, dan heb ik Kip Rico al gepusht naar de 800 trofeeën. Ja, Rico is in deze map in oproergrot best wel goed. Maar oh, ik vind die skin wel echt heel erg bruut. Laat even weten wat jullie vinden van deze skin. Maar ik zie jullie zo meteen wel weer als we weer wat verder zijn in dit potje. Nee. Ah, er zat er net een Shelly met de super. Ja, dat is dan wel weer stom. Daar kan je niet zo heel veel tegen doen. Kijk, in het begin is Rico vet goed in het begin van deze map. Want dan heb je allemaal zijkanten waar je doorheen kan lopen. Maar als het potje wat verder komt, zoals net, dan ben je echt flink in je nadeel. Want in het midden heb je natuurlijk alleen maar bosjes. Dus dat is een beetje stom. Maar we zien wel misschien dat het alsnog goed gaat komen. Ik geef het niet zomaar op om die 800 trofeeën te halen. We blijven gewoon even doorstrijden. Die Edgar, daar moet ik nu al voor uitkijken. Maar die moet nog meer voorbij uitkijken, jongen. Ik schiet hem kapot. Let's go. El Primo, wat ga jij doen? Ik, ja, dit is wel prima. Oké, ik zou even spinnen. Ik ga hem nu niet verder aanvallen. Maar dit is een goed begin. Oké, dit potje moet het dan gaan worden. Ah, nou ja, uiteindelijk is het potje niet echt geworden. We zijn vierde geworden. Ja, in ieder geval plus trofeeën. Dat dan weer wel. Ik was trouwens een beetje vergeten om op te nemen. Ik zat zo te spelen en toen was ik nooit. Ik dacht, oh shit, ik ben aan het opnemen. Ik ben heel vaak gesproken ook gewoon Brawl Stars. Maar dan ben ik niet aan het opnemen. Ik had net het idee als ik gewoon aan het spelen was. Maar ik zie jullie nu aan het eind als we echt bijna de 800 trofeeën hebben. Oké, nou weet je wat? Ik laat het. Ik ben nu een paar potjes op rij niet in de top geëindigd. En nu zitten we weer op de 780. Op zich, het is ook niet slecht natuurlijk. Maar we kunnen heel lang doorspelen om die 800 te halen. Maar daar gaat deze video helemaal niet over. Dus ik laat het wel gewoon. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou.
jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken en dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouws uit mijn kleding, check natuurlijk Bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!